Het is de gezondheidsautoriteiten inmiddels bekend welk virus de heersende braak en diarree veroorzaakt bij vooral baby's. Het gaat om het rotavirus, welke zich uit in vooral uitdroging, diarree en zware koorts bij pasgeborenen en jonge kinderen. Dit zei minister Amar Ramadan van Volksgezondheid vandaag tegenover reporters voor de ministerraadvergadering. De informatie was hem enkele momenten voor het gesprek met de journalisten bekend, geeft hij aan. Er zijn zeker in het afgelopen weekend een verdubbeling geweest van het aantal reguliere aanmeldingen. Als je kijkt naar het aantal, is een verdubbeling. Voor gisteren, de aantallen zijn ook weer toegenomen. We praten in de orde van aanmeldingen van 20 kinderen per dienst. En dat is vrij hoog als je ervan uitgaat dat normaal rond de 7 tot 8 gevallen ligt. Dus de informatievoorziening, voorlichting, daar wordt nu hard aan gesleuteld. In overleg met de kinderartsen willen wij die informatie dus aan de samenleving geven. Het enige wat ik nu kan zeggen is dat ouders niet panieker hoeven te worden. Belangrijk is als uw kind ziek is, de klachten heeft, braak, diarree en koorts heeft, dat u gaat letten en dat u alert blijft en overleg spreekt met uw huisarts om advies te krijgen. En ook te letten op de tekenen van uitdroging, die zijn ook gecommuniceerd. Ramadan merkt op dat het niet de bedoeling is dat ouders gaan wachten tot kinderen in een ernstige klinische situatie belanden. Als gemerkt wordt dat er sprake is van uitdroging of dat de situatie erger wordt, moet er gelijk gehandeld worden. Dus er worden natuurlijk wel voorzieningen getroffen, want nu je weet dat het om een heel hoog besmettelijk virus gaat, dan wordt op de SIH gaan er wel een paar aanpassingen gepleegd worden. Want op dit moment, je krijgt kinderen met ongeluk. We hebben een speciale kinderkamer op de SIH. Je krijgt kinderen met ongeluk, je krijgt kinderen met diarree, je krijgt kinderen met hoofdpijn. Maar alles komt in één grote massa. En dat wil je niet hebben, want je wil niet hebben dat op de plek zelf de besmettingen plaatsvinden. Dus gevraagd is, ze gaan nu een overleg, dat het ACP met een crisisplan komt om de echte zieke kinderen met braken, diarree, koorts te scheiden van de andere groep die daar ook op komt. Dus we zijn bezig, er wordt waarschijnlijk een noodfaciliteit voorbereid bij het ACP voor kinderen met koorts, braken, diarree. Dus dat is dat. De bewindsman geeft mee dat het nu de bedoeling is dat de virologen en andere deskundigen hun adviezen uitbrengen aan de gezondheidsautoriteiten. Deze instanties zullen op hun beurt heel gauw informatie uitwisselen met de gemeenschap. Hij adviseert nu in het bijzonder dezelfde voorzorg als bij het COVID-19-virus, namelijk handen wassen.